Dankjewel, Nicolien. En dit was het RTL Nieuws van 19:30. En Merel, dit was ook jouw laatste uitzending van het 19:30 nieuws. Ja, de laatste die we samen. En daar balen wij ontzettend van hier. We gaan je enorm missen. Je gaat ergens anders naartoe, naar de collega's van Net5. Dus ik moet je nu gaan bedanken namens de hele redactie voor 5 geweldige jaren. Ja. Je was echt een topcollega en ik kon me geen betere televisiepartner wensen. Dus ik ga je echt heel erg missen. Want de rest is nog een heel groot afscheidsfeest gaan we houden, ergens in oktober. Maar nu eerst de bloemen. Oh, hele mooie ook. Zal ik ze nog even vasthouden? Oh ja, fantastisch. Want misschien wil jij ook nog wat zeggen? Zal ik nog wat zeggen? Want het is goed. We gaan het droog houden. Want het is goed gebruik altijd om het nieuws vrolijk af te sluiten. Dat doen we al jarenlang. Dat is een traditie, gaan we ook vanavond gewoon doen. Ik heb hier namelijk 5,5 jaar echt een fantastische baan gehad. We hebben verdrietige momenten met elkaar gedeeld. Pijnlijke momenten, heftig nieuws meegedeeld. Maar ook heel veel mooi nieuws en hoopvol nieuws. En we hebben ook ongelooflijk hard met elkaar mogen lachen. En ik vond het een eer om het te doen. Dat had toch niemand kunnen denken dat ik ooit het RTL Nieuws presenteer. Het is geen afscheid. Ik blijf het RTL Nieuws altijd kijken. En dat moet u ook vooral blijven doen. En ik ben gewoon een enorme bofkont geweest dat al die fantastische journalisten jarenlang mijn collega's mochten zijn. Hele goede avond en tot weerziens. Oh,